had je niet even met die flauwekul op mij kunnen wachten, Rick? Ik heb de telefoon neergelegd. Mijn huisarts gebeld. Die had geen dienst. Ik moest een bandje afluisteren waarop dan de weekendarts te bereiken is. Zeker wat speelt een cruciale rol. Je zou ons een enorme dienst kunnen bewijzen. Als undercover. Oh nee, denk er niet aan. Ik word er permanent in de gaten gehouden. Alles leidt en moet leiden naar Cornwell. Cornwell is dood. Die krijgt dan postuum alle eer, is dat duidelijk? Belangrijkste nu is Koops. Hem wil ik hebben. Kopspijkers, we gaan het spel spelen. Dat doen we met twee doelmannen, Piet Schrijvers en Hein Stuy. Cabaretsen natuurlijk. Maar het belangrijkste in die uitzending is de uitreiking van de Vergulde Nachtspiegel. U krijgt nog één keer alle fragmenten en dan de uitreiking. En dat ging zo. Een lekker tempo hebben we zo. Goed, dominee. Ja. Aanstaande zaterdag ziet u de rest. 11:50, Kopspijkers. Weet de groep die je net hoorde, het album heet ook zo Blackboard Architect. En het nummer wat ik daarvan draaide heette Brent Y. Daarvoor uit Japan, Yoshinori Sunahara. En Yoshinori Sunahara heeft een tweede album afgeleverd met hele mooie muziek. Dat album heet Take Off and Landing en is helemaal geïnspireerd op vliegtuigen en vlieghavens. En het thema van het album is een ondergronds vliegveld in Tokio. Sorry Romantic Electrowave was het nummer wat ik daarvan draaide. En daarvoor een groep die heet Olano. Uit ongetwijfeld uit Frankrijk. Het nummer heet Latitude en het is een nummer dat voorkomt op een cd die heet Cinématique. Een cd met allemaal thema's die met cinema te maken hebben. Het is 2:30 midden in de nacht en als we het over films en cinema hebben, laten we eens even naar een stuk soundtrack gaan luisteren.